Zeven dagen lang cultuur in actie hier vanuit de fabriek in Utrecht. Met verschillende presentatoren, heel veel gasten, 500 in totaal. 85 uur wordt er live uitgezonden vanaf deze locatie. Om te laten zien dat heel veel bedrijven, theatergezelschappen, filmploegen, televisieploegen op dit moment in zwaar weer terecht zijn gekomen. En natuurlijk gaat het er ook over dat het kabinet op dit moment 300 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld om mensen te helpen. Maar dat is toch een doekje voor het bloeden als je ziet hoe groot deze sector is. Alleen al na 3,5 dag hebben wij hier geturfd dat er 288.741 mensen afhankelijk zijn van dit werk. En dat weten we omdat de vertegenwoordigers hier aan tafel, de mensen die ik en anderen hebben geïnterviewd, ons hebben verteld dat dat de mensen zijn die afhankelijk zijn van de cultuursector om brood mee te verdienen. En daarom zitten we hier. Dat is het idee van deze grote actie. Een nooit eerder vertoonde televisiemarathon op deze manier. Een soort zwaankleef-aan project. En de volgende zwaan die hier aan tafel zit is beeldend kunstenaar Dirk Bal. Dirk, welkom. Jij bent schilder. Ja. Portretschilder? Ja. Onder andere. Ja. En deze coronacrisis, welk effect heeft die gehad op jouw werk? Behoorlijk. Ik had een opening van een expositie, een belangrijke, waar ik eigenlijk een jaar naartoe had gewerkt met een kleine 25 kunstwerken. De opening was op 1 maart en 5 maart ging de galerie dicht. Dus de periode dat je moet gaan verkopen, daarin dat stopte. Welke galerie was dat? Waar zou je gaan exposeren? De Galerie Bonnard in Nuenen, bekend als het gaat op het gebied van realisme. Ja. Dus het was voor mij eigenlijk ook een mijlpaal die ik had bereikt van oké, eindelijk bij Bonnard. De galerie waar de realisten graag willen exposeren. Hard voor gewerkt, mooie nieuwe dingen gemaakt. Hoe lang had je gewerkt aan die 25 werken? Nou, ik denk dat ik bij elkaar een anderhalf jaar heb gewerkt. Tussen het verbouwen van mijn huis en nieuwe atelier door. Aan de kunst om ervoor te zorgen dat er een mooie nieuwe collectie is. Ja. En dat hangt er nog maar. Het is er nog wel? Ja, het hangt in stok. Dus ja, er is nu eindelijk 1 schilderij verkocht. Maar wat normaal een verkoop moet opleveren van 10, 12 werken in zo'n periode. Dat was op dat moment nul. Zeg, en denk je dat die expositie nog open gaat? Nu er weer wat meer verkeer mogelijk is. De galerie is in principe overgebleven. Alleen het bezoek was gewoon totaal nul. En niemand ging naar de galerie toe. Nee. Ze hebben daarna nog 2 weken de expositie verlengd. Maar ook in die periode werd niets verkocht en was er geen bezoek. Maar het is niet zo dat bijvoorbeeld in de maand juni, juli dat de galerie je werk nog aan de muur gaat hangen? Nee, er zijn vervolgexposities en nieuwe exposities ingepland en die gaan gewoon door, die agenda gaat door. Betekent dat voor jouw inkomsten? Dat je zegt, ik heb 1 werk verkocht, ik heb anderhalf jaar gewerkt aan een oeuvre van 25 en dus? Ja, ik denk dat je in plaats van 100 een 15% inkomen hebt in die periode. Dus. Hoe doe je dat? Heb je daar een oplossing voor bedacht? Ja. Ik ben begonnen met het starten van een actie. Mm-hmm. Om in ieder geval voor te zorgen dat ik een daggeld kan verdienen. Een portretactie. En daarin schilder ik een vlot portret in een impressionistische stijl. Aan de hand van een foto. Dus mensen hoeven niet langs te komen. Sturen een goede foto op. Of laten een goede foto maken. En ik maak daar een schilderij van. In een vlotte stijl. En lever dat voor een daggeld direct aan de klanten. Mag ik je vragen, wat stel voor als iemand denkt van dat vind ik wel interessant, ga naar jouw website, heb ik gisteren ook gedaan, even naar je website gekeken. Ben even de website, ik zeg het even, welke het is. Dirkbal.nl. Lekker makkelijk te onthouden, Dirkbal.nl. En mensen, bevalt jouw stijl. Ja. En je stuurt die foto in. Mag je vragen wat het kost, een portret? Ik maak het vanaf €450 op linnen in olieverf, ingelijst, kant en klaar. Thuis afgeleverd of opgestuurd. Uniek exemplaar. Ja. Een one-off. Ja. Ja. Kun je het daarmee redden? Ik bedoel, je hebt al gemeld dat je dit gaat doen. Zijn er al opdrachten binnengekomen? Ik heb een paar opdrachten binnen. Dat is heel erg fijn. Het is daggeld. En kun je het daarmee redden? Nee. Maar je kunt wel in ieder geval je lopende kosten die je hebt. Want ook al ben je alleen bezig. Je hebt toch bedrijfskosten. Dat gaat gewoon door. En die kun je daar dan wel mee dekken. Wat hoor je van andere kunstenaars in je omgeving? Heb je contact met andere kunstenaars? Ja, veel via sociale media. Er komt weer wat leven in de brouwerij. Er komt weer een klein beetje. Er wordt weer wat verkocht, maar de meeste klagen steen en been. Want het is
Ja, je kunt zeggen al 3 maanden of nog maar 3 maanden. Ik weet niet wat je ervan maken wil. Ja, gelukkig nog maar. Maar ik hoop niet dat het echt heel erg lang gaat duren. Want kijk, achterstand kun je in principe op wat dat betreft nooit meer inlopen. Dat ben je gewoon kwijt. Heb je atelier aan huis of huur je iets? Ja, ik heb atelier aan huis. Dus dat scheelt, dat je in ieder geval geen onkosten hebt? Dat is eigenlijk heel erg fijn. Ja. Nou, geen onkosten. We hebben 16 maanden geleden dit huis gekocht. We zijn gaan verbouwen. Het atelier was klaar. We zijn klaar met de verbouwing van ons huis. En toen begon corona. Dus de kleine galerie die ik aan huis wilde openen, is dicht. Hoe lang doe je dit al? In principe mijn hele leven. Ik heb daarnaast wel altijd een baan gehad om een boterham te verdienen. Dat was wel belangrijk, met een gezinnetje, om een basis te hebben. En nu, de afgelopen 8 jaar, werk ik 100% aan de kunst. Ja. Heb je de vorige crisis meegemaakt, in 2008? Toen ben ik begonnen. Oh, lekker moment. Kon alleen maar beter gaan. Ja? Ja. Verkocht je wat in die periode? In die periode ben ik gaan verkopen. Ik heb wel 2 dingen gecombineerd. Het was allebei verf en kwast. 2 dagen stond ik op een ladder om kozijnen van huizen te schilderen, om ervoor te zorgen dat ik ook weer een klein daggeldje had. En daarnaast was ik kunst aan het maken. Okay. En die kwast en die ladder heb ik heel snel weg kunnen doen. Heel goed. Ja. Hey, Dirk, ik wens je heel veel succes met de portretten. Ik zeg nog 1 keer dirkbal.nl. Daar kunnen mensen kijken naar je stijl. Als het hun bevalt, dan heb je bij deze gezegd dat je graag bereid bent om een mooi portret te schilderen. Wij noteren er eentje bij. Dat ben jij. 288-742 wordt het dan. Als jij een naam op de muur wil zetten, dan zijn we daar blij mee. Ontzettend bedankt. Graag gedaan. Dat je hier was. En ik ben klaar hier vandaag voor 4 uur presenteren van deze actie Cultuur in Nood. Hierna komt presentator Brecht van Hulten. Veel plezier daarmee. En maak er wat van. Ga naar de culturele sector, naar het theater, overal waar het maar kan. En ga naar de website van Dirk. Dank jullie wel. Dank. Fijn dat je er was.